Ik heb een keer in de kantorie gezegd, ik wil wel graag een keer brugwachter worden. Zeg, ik ben van jongens aan brugwachter geweest. Nou ja, dat zou ik hier moeten houden, zeg. Toevallig komt deze dieve brug los. Wij moeten een sterke man hebben daar. En toen was ik de enige sollicitant. En dan was ik eerst hulpkantenier en later ben ik daar brugwachter geworden. Ik begon op een bruggetje. Het eerste jaar was alleen bruggetjes. Dan voor een periode van 2 maanden. Zo ben ik erin gerold. Voor mij was het een heel ontspannende baan. Er was veel, het ging allemaal heel rustig. Mensen hadden tijd overal voor. En dat is allemaal wel veranderd. Mensen willen grotere afstanden afleggen. Mijn beroep is brugwachter. Het woord zegt het al, brugwachter. Dus af en toe wacht ik op een boot. Maar meestal is het behoorlijk druk, heb ik geen tijd om te wachten. Ga ik gewoon van de ene brug naar de andere brug. In het voor- en na-seizoen wippen we heen en weer naar de bruggen. Maar echt in het hoogseizoen sta ik alleen maar op de sluis. Daar kom ik niet meer vandaan. Het is best wel druk. Heen en weer geschud. En een hoop mensen die vragen stellen. Een hoop publiek die te woord moet staan. En op die manier werd dan dus de turf vervoerd. Na 1850 was Hogeveen was de turf eigenlijk afgegraven. Toen is het beheer van het kanaal overgegaan naar de Drentse Kanaalmaatschappij.